2 years ago, Fabio Jakobsen passed through the eye of the needle in the Tour of Poland. While dueling for victory with Dylan Groenewegen, he crashed into the barriers. Il était là, sur le sol, agonisant, tout ouvert, le visage vraiment ouvert, comme s'il s'était pris une bombe. Et il perdait beaucoup de sang, il s'étouffait dans son sang. Donc je lui ai juste levé la tête pour qu'il puisse un peu reprendre son souffle et éjecter tout le sang qu'il avait dans la gorge. Après, les secours sont arrivés et ils lui ont sauvé la vie. Moi, j'ai juste été là en essayant de l'aider, en appelant de l'aide. Mais je pense que oui, s'il aurait fait la même chute tout seul, sans aide, il serait mort malheureusement. C'est dur à dire, mais je pense que c'était ça. Als dokter Van Mol, nooit panikeren, altijd doodkalm. Naar mij baat s'avonds en zegt Patrick, bijna huilend. Bereid hem maar voor op testen. Fabio, morgen niet aan, hij gaat sterven. Ja, zet je daar, hè? Dat gaan we een keer niet doen. We mochten er niet bij ook. Covid en dan, ja, toestand, ernstig. Il était en train de perdre la vie ou perdre toutes ses facultés motrices, perdre sa carrière, être défiguré à vie. Il n'y aura plus le même visage. And it looks like Dylan Groenewegen forces Fabio Jakobsen to the barriers there. We hebben naar zijn papa gebeld, ja, die was al op de hoogte natuurlijk. Ja, ze hadden allemaal die vallen zien in tv, maar gelukkig hebben ze hem niet gefilmd. Iedereen was helemaal overstuur, die ploeg, die was geen ploeg meer. Hè. Gelukkig dat twee spoedartsen erbij waren, daar bij de val. Die hem eigenlijk gestabiliseerd hebben, dat bloed niet in zijn keel liep. En dan heeft hij nog 11 operaties ondergaan, denk ik. En dat was verschrikkelijk, ja. Die kon niet bouwen, die kon niks. Maar hij wist dat hij fysiek was in orde. Maar natuurlijk, dat gezegd, dat was bot uit zijn heup voor nieuwe kind te maken, tanden, noem maar op. Het meeste wat ik mee heb genomen van die val is de angst om te vroeg te sterven. Ik wil nog veel te veel meemaken en doen en met mensen zijn waar ik van hou. En deze sport beleven en... Iedereen wil oud worden en gelukkig. En ik ook. En ik heb wel geaccepteerd dat het van mij is. Dat het mij is overkomen. En dat het dus aan mij is om ermee om te gaan. Het is nu onderdeel van mijn identiteit. En ik wilde vooral testen of ik nog angst... of ik extra angst zou ervaren in massasprints. En op zo'n dusdanige manier dat ik niet meer zou kunnen sprinten. Maar die angst was er eigenlijk niet zoveel dat ik me niet meer in het peloton durfde te begeven of dat ik geen finales durfde te rijden.